Rotterdam Climate Initiative is het klimaatprogramma van de stad Rotterdam. Het ultieme doel is een beter klimaat en een CO2-reductie van 50% in het jaar 2025. En daar hebben we jullie hulp voor nodig. Ik heb er al voor getekend. Nu de leerlingen hier nog. Ik ga nu de klas in. Zou jij eventjes die samenhoesjes op de fietsen willen doen? Ja, is goed. Goedemiddag allemaal. Ik ben Sjoerd van het Rotterdam Climate Initiative. En nou ben ik hier bij jullie in de klas, omdat ik op zoek ben naar hele goede klimaattips om het CO2-gehalte in Rotterdam te reduceren. Wie heeft er een goede tip? Geen apparaten op stand-by laten staan. Precies. Want wat voor apparaten staan heel vaak thuis bij mensen op stand-by? TV's of zo, of radio's. Ja, daar? Het raam dicht doen als de verwarming aanstaat. En daardoor hoeft de verwarming veel lager, want dan wordt het veel warmer. Je oven niet naast je koelkast zetten. Elektrische auto's. Wie zit er hier te denken om volgend jaar of dit jaar nog een scooter te nemen? Weet je wat het voordeel is van een elektrische scooter? Geen CO2. €1500 heb je een prachtige scooter. Ik heb er net op gereden. Dus ik zou zeggen, als je een scootertje wil kopen, kijk ook eens even naar elektrische scooters. Wij maken nu een afspraak dat jullie ervoor gaan zorgen dat het klimaat verbetert. Vanaf nu. En nou jij nog. Hier hebben ze er in ieder geval voor getekend. Oh ja, je had hem al gezien. Maar dit is dus een elektrisch wagen.